Ons motto is Cita Verde voor het leven. En dat betekent dat wij leerlingen opleiden waar ze hun hele leven profijt van hebben. En internationalisering is een hele belangrijke schakel in dat proces. Wij noemen dat de IBPV, de Internationale Beroepspraktijkvorming. En wij proberen zoveel mogelijk leerlingen, tenminste eenmaal in hun schoolcarrière, naar het buitenland een stage te laten lopen. Het voordeel wat wij nu hebben sinds dit schooljaar is dat wij een charter gekregen hebben van Erasmus+. Dat is eigenlijk een soort prijs waarmee ze tegen het Cita Verde zeggen, jongens, de afgelopen jaren hebben jullie uitstekend werk verricht en die charter die geeft ons de gelegenheid om tot 2020 de zekerheid te hebben dat wij voor alle leerlingen en ook voor docenten, want die vallen daar ook onder, op buitenlandse stage kunnen. Ja, in het begin wel even wennen, maar je wordt er juist heel zelfstandig van. En omdat je daar zo lang zit, zonder ouders, zonder familie, is het begin wel even gek. Maar doordat je juist zelfstandig wordt en bent, is dat wel goed als je buitenlandse stage wil gaan doen om ook jezelf te ontwikkelen. We zaten met alleen maar vrijwilligers uit heel Europa, dus niemand sprak van thuis uit Engels. En dat was heel erg leerzaam, omdat je dan ook iets van andere culturen meekrijgt. Maar je leert met z'n allen samen leren de Schotse cultuur, de Schotse taal. En leren het land eigenlijk kennen. En dat was heel erg leuk. Daar heb ik al het meeste van geleerd. Op zich valt dat wel mee, maar je moet wel echt een open mind hebben. Want zij gaan dingen anders doen en je hebt andere producten. Dat is waar je gewoon mee moet werken dan. Ja, het is inderdaad heel anders. Het is daar tropisch klimaat. Dus het is totaal anders dan hier in Nederland. De planten zijn ook allemaal anders. Ja, je leert daar wel van. Ik kon wel al een klein beetje. Maar daar heb je, ja, omdat je daar je pikwoorden op van de tv en van die mensen daar en zo. En dan maak je dan zeg maar gewoon. Probeer daar zinnen van te maken en ja, zo kom je ook in contact met de bevolking en met die mensen en zo. En dat is echt super leuk als je bijvoorbeeld 's morgens naar een cafeetje gaat om koffie te drinken even snel voordat je naar je werk gaat. Dan kun je gewoon met die mensen weer een praatje maken en dat is echt ja, super leuk. Ook voor die andere mensen, omdat ja, ineens twee jongens uit Nederland daar, dat maken zij bijna nooit mee. Dus ja, dat is wel super leuk. Spaans is op zich niet zo'n hele moeilijke taal, dus op een gegeven moment dan vang je wat woorden op. En we keken ook televisie s'avonds en dan hadden we gewoon die ondertiteling hadden we aangezet van de televisie. Dat is natuurlijk ook in het Spaans. Maar ja, op een gegeven moment dan vang je wat woorden op en dan kan je daar zelf, als mensen tegen je zin praten, dan hoor je die woorden natuurlijk ook. En dan konden we daar zelf wel wat zin uit breien, zeg maar. Af en toe ging het niet goed, maar meestal ging het wel goed. Van buitenlandse talen heb ik wel wat ervaring mee. Ik kan heel goed Duits spreken, ook Engels. Dat verliep heel goed daar en op een gegeven moment had ik gewoon moeite met Nederlands. Er kwam een meisje in een miniclub uit Rotterdam en ik sprak 4 weken Duits en Engels en een beetje Spaans ertussendoor. En ik kon geen Nederlands meer op een gegeven moment, dat was wel even wennen, ja. Nou, het begon eigenlijk met een Skype-gesprek met de stagebegeleider van Tenerife. Qua begeleiding was het in principe wel goed. We begrepen elkaar ook vanuit Skype, maar ook vanuit papierwerk. Wat je ook moet regelen voordat je daar naartoe gaat. En, ja, het is even regelen. Allemaal met papieren, handtekeningen, stempels. Maar als je daar bent en je regelt alles goed, je houdt alles goed bij, dan komt het helemaal goed. Meneer Gele heeft ons begeleid met subsidies en met huisvinden of alles goedgekeurd was. Ik had wel een bedrijf waar al meerdere mensen stage hebben gelopen, dus in principe was de begeleiding niet meer heel erg nodig. Ja, de begeleiding was heel fijn. Ik heb hier ook eerst gesprekken op school gehad. Goede instructie ook met hoe ik nog extra fondsen kon krijgen om daar dan heen te reizen. Vooral het toenmalige Leonardo da Vinci, maar dat is nu het Erasmus+ project, was erg fijn. En natuurlijk meneer Gele die op bezoek kwam bij het stagebedrijf. Om ook te kijken of je goed terecht bent gekomen.